Na een voetbalvrij weekend mag NEC zaterdag weer aan de bak tegen PEC Zwolle. Zo snel al na de winterstop een wedstrijdloos weekend. Hoe kom je dat door? Goed. Veel kunnen trainen. Jongens die terugkomen zijn uit blessures. Dus de groep is beduidend groter dan voorheen. En dat zie je wel in de trainingen. Je ziet gretigheid, je ziet frisheid, nieuwe energie. Dus dat is heel prettig. En uiteindelijk hebben we, wat ik al zeg, veel getraind. En zijn we klaar voor morgen. Langzaam staat de voltallige selectie weer op het trainingsveld. Okita en Barreto trainen alweer mee. En ook Rens van Eijden en zelfs De Wolf zijn weer gespot op de Eendracht. Dat is wel fijn voor de trainer. Nee, ja, zeker. Daar zijn we heel blij mee. Hè. En dat komt de intensiteit van trainingen ten goede, dat komt de kwaliteit ten goede. Iedereen heeft de transfermarkt gehad, waarbij spelers gekomen zijn. Nou, wij hebben ook onze transfers gedaan, maar die zijn met name intern geweest vanuit de blessures. En daar zijn we heel blij mee. Nou is Boni definitief NEC-speler. Is hij ook inzetbaar voor morgen? Nee, hij is nog niet inzetbaar, want al het papierwerk is nog niet rond. Dus helaas niet. Hij zal hopelijk voor donderdag inzetbaar zijn. Vooral de werkvergunning gooit voor mij goed het eten. Ja, dat is wachten op het stempeltje. En hoe dat precies gaat, weet ik ook niet. Het is gewoon afwachten. En helaas niet voor morgen. Ik hoop voor donderdag, maar het geeft ons ook iets meer de tijd om hem nog op te trainen. Soufiane El Karawani is terug bij NEC na zijn avontuur met Marokko. Waar hij helaas niet tot spelen kwam. Een smetje op het avontuur? Nou ja, ik ging hier geblesseerd weg. Zoals jullie weten, bij Go Ahead was ik geblesseerd uitgevallen. En mijn herstelperiode zou nog maximaal 2 weken zijn. Dus ik zou daar gewoon Afrika Cup kunnen aansluiten, helemaal 100%. Maar het traject is niet zo gelopen, dus dat gebeurt wel eens. Er was meer aan de hand dan dat ze dachten, dus dat had meer tijd nodig. Ja, we wilden natuurlijk halve finale, finale halen, maar kwartfinale draait tegen Egypte. Maar was top ervaring voor mij persoonlijk om dat mee te maken nu op 21-jarige leeftijd. Dus alleen maar top voor mij. Alleen jammer dat ik dan geen minuten heb kunnen maken in verband met blessures en zo. Maar verder was top. Zaterdag is PEC Zwolle de tegenstander. Een ploeg die het goed doet sinds de winterstop. Niet echt fijn om daar nu tegen te spelen. Die zijn wel op een andere manier bezig dan met de vorige trainer. Hè. Een andere speelwijze, ook andere intenties daarin. Nou, morgen zal er voor het eerst publiek zijn. Je weet wat je kan verwachten. Nou, we hebben al vaker laten zien dat we in uitwedstrijden gewoon heel goed uit de verf kunnen komen. Nou, ik verwacht morgen ook een team dat laat zien. En ik hou me haar niet vast, ik heb er juist zin in. Zaterdagavond om 8 uur speelt NEC uit in Zwolle. Natuurlijk gewoon weer live te volgen via de radio bij RN7.